Ja, nou, je kan het. Je moet er gewoon voor gaan. Je moet er alles voor laten. Later kan je nog studeren. Nu ben je nog jong, nu moet je gaan judo. Als topsport te leven is echt fantastisch. Ik hou van trainen, ik hou van reizen, ik hou van de sport. Het is lastig om niet de veilige weg te kiezen. Ja, ik kan gaan studeren en dan kan ik een baan krijgen en dan komt het allemaal wel goed. Nee, nu gok ik bijna alles op mijn judo-prestaties. Ik heb het altijd moeten doen op het harde werken, op doorzetten, op het blijven knokken. Bij elke training probeer ik het beste uit mezelf te halen. Als ik die druk bij mezelf oproep, dan wordt mijn training ook beter. De ene training kan je heel hard gaan en dan doet mijn lichaam pijn. Je maakt je lichaam eigenlijk kapot. Ook heb ik er geen zin in. Hier word je beter van, hoewel. Moet maar gebeuren. Tijdens een training beschadig je je spieren en in de rust bouw je dat juist weer op. In topsport moet je die perfecte balans moet je zien te vinden. Ik heb wel eens momenten dat ik het helemaal niet meer zie zitten natuurlijk. Als ik het niet ga halen, ja, wat heb ik dan de afgelopen 10, 15 jaar in mijn leven gedaan? Maar ik ben nu al zo ver gekomen dat ik denk van, dit is gewoon weer een of andere dip. Nog wel. Ik kijk bijvoorbeeld naar die medailles die er hangen. Ik kan echt wel judo. Parijs. Zit niet heel vast, toch? Nee. Dat is goed. Ja, toch? Ja, vandaag nog trainen. Ja. Rio worden mijn eerste Olympische Spelen. Ik ben dan 25. Zeggen ze dat je dan ongeveer op je best bent. Alles is er al op gericht. Qua trainingen, qua wedstrijden, qua eten, qua gewicht. Hoe kan je nou denken van ik ga Olympisch kampioen worden? Dat is natuurlijk een droom en het kon geen werkelijkheid worden. Het was geen doel, nu is het een doel geworden. Ik doe er alles voor. Ik ben in Haarlem gewoon, ik doe geen studie meer, ik doe niks meer. Alles is op judo gericht, dus ik moet presteren. Ik moet die mat op, ik moet gaan strijden. Ik moet winnen, ik moet winnen van de jongen. Ik kan niet, ja, ik kan er gewoon niet van verliezen. Ik doe er steeds meer voor, dus ik moet ook steeds meer uitkomen. Ik heb nog lang niet alles bereikt wat ik wil bereiken. Nu gewoon judo en daarna komt het andere leven wel. Het relaxte leven. Het liefst ga ik een studie volgen en met een diploma op mijn zak. Dan heb ik een Olympische medaille op mijn zak en een diploma. Ja. Dat zou fantastisch zijn.